Midden in het kloppend zakelijk hart van onze hoofdstad is na weken voorbereiding het revolutionaire erotische speeltje, waar Bobby haar naam aan heeft verbonden, eindelijk gereed om voor het echie getest te worden. Het is een interactief speeltje. Dat is een Onyx en een Pearl, dus dat zijn twee speeltjes, één voor de man en één voor de vrouw. De een kan in Tokio zitten, de ander in Nederland. Je connect. Alles wat ik op de vibrator doe, dat voelt degene die hem op zijn toverstaf heeft, voelt precies wat ik doe. Er zit in Engeland, we hebben een fan voor je klaar zitten. Dan heb ik er gelukkig één daar. Nee, meerdere hoor. Ze kwamen echt meerdere, met bosjes. Ze kwamen meerdere. En hij staat te popelen om je te voelen, zeg maar. Ja, daar zeg je wat. Fan Ben is onderdeel van wat je gerust een wereldwijde primeur kan noemen. Aan hem de eer om te ervaren hoe het is om op duizenden kilometers afstand seksueel bevredigd te worden door je idool. Ben zit klaar in Engeland met de ene helft van het speeltje op zijn, zeg maar Big Ben. En Bobby heeft de andere helft van het speeltje in haar handen. Tijd om verbinding te maken. Ik doe het zachter. Moet je een servetje hebben? Nou, nog niet. Nou, die ligt hier. Hey Ben. Hey Ben. Nice to meet you. You too. Hello. Wow, you're ready. En daar gaan ze. Alles wat Bobby nu aan bewegingen maakt, voelt Ben in Engeland precies zo. En dat allemaal via de wifi. Good boy. Woehoe! Het mogen duidelijk zijn, het speeltje werkt. En hiermee is een revolutie op het gebied van sextoys een feit. Well, I have good news because you're the first in the world that tried this out with me. Wow. And I yes, we did. Okay, well, thank you for trying out, and I really enjoyed it. And I think the test was wonderful. So thank you for being my guinea pig. Or my guinea dick. Okay.